We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 31 augustus. Gedurende de avond en nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal het voornamelijk droog zijn. In de middag, vooral boven het kustgebied, zijn op sommige plaatsen periodes met lichte tot matige buien, die soms gepaard gaan met onweer en mogelijke windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 31 augustus de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 36 graden Celsius. In de middag kan op enkele plaatsen boven het kustgebied mogelijk een matige onweersbui voorkomen.